Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn gelezen boeken van juli met je bespreken. In juli heb ik 4 boeken gelezen en ik ga vertellen welke boeken ik heb gelezen, wat ik er uiteraard van vond en ik zal ook even kort uitleggen waar het boek over ging. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van juli, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Geknipt voor elkaar en is geschreven door Mienke Feijen. Dit boek gaat over Lara en eigenlijk ook Boyd. Ze zijn collega's en werken samen in een kapsalon, maar ze hebben een nogal een autoritaire werkgever. En Lara krijgt eigenlijk vooral de klusjes die ze niet zo leuk vindt. Koffie brengen aan de mensen die geknipt worden, haren opvegen en dat is natuurlijk niet waarvoor ze heeft geleerd, want ze is gewoon kapster. Eigenlijk vindt die werkgever Boyd wel heel erg leuk en Boyd moet er niet zo heel veel van hebben en hij wordt er ook een beetje onpasselijk van hoe hij soms benaderd wordt. Eigenlijk hadden ze altijd al een eigen droom voor een kapsalon en als ze dan op een gegeven moment zijn ze het zo zat dat ze elke keer maar voor die werkgever moeten werken, dat ze een pandje tegenkomen wat hun geschikt lijkt als kapsalon en zo willen ze hun eigen kapsalon beginnen. Omdat alles nog niet helemaal rond is, houden ze alles nog wel een beetje privé. Maar toch krijgt hun werkgever lucht van de plannen en hij probeert dit te dwarsbomen. Lara kan zonder problemen vertrekken, maar Boyd niet. Want dan zou hij zijn contract schenden en dat gaat hem gewoon heel veel geld kosten. Dus hij wil hem kosten wat het kost bij die kapsalon houden. Hij doet eigenlijk al alles aan om roet in het eten te gooien. Toch zetten Lara en Boyd hun plannen wel door en proberen ze een manier te vinden om Boyd onder het contract uit te laten komen. Het is een straatje waar de kapsalon gevestigd zit, waar ze dus willen gaan zitten. Met wat kleine andere winkeltjes, waaronder ook een fietsenwinkel. En Lara ontmoet dan ook Thijs en hij is de eigenaar van de fietsenwinkel. En eigenlijk ontstaat er op een langzame manier wel iets moois tussen hun. Maar Thijs die heeft eigenlijk een soort van geheim waar hij nogal mee zit. Waar hij liever niet over praat. Dit komt dan ook eigenlijk een beetje naar voren als Lara hem een gratis knipbeurt aanbiedt. Want hij heeft haar fiets onder handen genomen en dat wil hij wel voor een vriendenprijsje doen. Want Lara heeft niet zo heel veel geld meer naar het investeren van de nieuwe kapsalon. Lara heeft ook een broer, die heeft een hele tijd op het slechte pad gezeten en inmiddels gaat het wel weer heel erg goed met hem. En hij heeft ook geholpen om die kapsalon helemaal mooi te maken en ze hebben de meubels ook wel tweedehands op de kop weten te tikken. Nu Lara en Thijs elkaar wat beter leren kennen, durft Thijs op een gegeven moment eigenlijk ook wel zijn geheim bloot te geven wat er dus gebeurd is. Hij heeft namelijk een ongeluk gehad en daar heeft hij dus het een en ander aan overgehouden. Ik zal niet vertellen wat dat is, want daarvoor zou je het boek zelf beter kunnen lezen, mocht je dat willen weten. Alleen de daders zijn nooit gepakt en daar zit hij eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds mee. Want hij heeft het gevoel dat hij het niet helemaal af kan sluiten. Als ze dan ook nog eens eigenlijk een dieper gesprek krijgen en er ook een beetje een datum uitkomt, begint Lara te denken en krijgt ze een heel naar gevoel dat ze het idee heeft wie dit ongeluk wel eens zou kunnen hebben aangericht. Ze gaat hierover ook de confrontatie aan en dit wordt best wel een beetje een lastig gedeelte, want ze wil eigenlijk wel gewoon dat er gerechtigheid komt voor Thijs. Dit drijft ook een beetje een wicht tussen hun twee. Want Thijs die voelt zich eigenlijk hier helemaal niet meer prettig bij. En daardoor loopt de relatie niet zo heel erg fijn meer. Intussen heeft Boyd contact met de broer van Thijs. Want die zou hem willen helpen om onder het contract van zijn oude werkgever uit te komen.
En Lara en haar broer hebben helaas ook geen contact meer met hun ouders. En ja, dat heeft ook allerlei redenen. Maar ze zou het wel heel fijn vinden als ze bij de opening zouden kunnen zijn van hun kapsalon. Wie nou uiteindelijk het ongeluk heeft veroorzaakt, dat ga ik uiteraard ook niet vertellen. Of het Boyd lukt om onder zijn contract uit te komen en of er eventueel nog een mogelijkheid is om weer in contact te komen met de ouders van Lara, dat laat ik ook in het midden. Maar ik vond het uiteindelijk een heel erg leuk boek en ik heb er heel erg van genoten. Ik kan hem zeker aanraden. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Achter de Schermen en is geschreven door V.K. Land. Dit boek gaat over Kate. Kate heeft een aantal weken geleden een contract afgesloten, wat haar op dat moment een goed idee leek, want ze doet mee aan een televisieprogramma en in dat contract staat dat ze niet verliefd mag worden. Ze mag niet daten, ze mag niet intiem zijn met anderen buiten het spel om en de voorwaarden van het contract moeten strikt geheim blijven. Het leek haar een goed idee om mee te doen aan dit programma, want ze kan een behoorlijke som geld winnen en dat wil ze graag investeren in haar familie, want die hebben nogal een zware tijd en die kunnen wel een extra centje gebruiken, ook omdat haar broer eigenlijk moet revalideren. Het is eigenlijk een soort bachelor waar ze aan meedoet. Ze verblijft zeg maar op een luxe accommodatie en ja, daar zit ze met andere dames die ook strijden om één en dezelfde man. Ze heeft dan een contract getekend met een bedrijf alleen. Wat ze niet weet is dat deze man die achter het bedrijf zit nog een broer heeft. En die ontmoet ze eigenlijk spontaan bij een van de pokeravondjes. Haar vader was een hele goede pokeraar en daar heeft ze het van geleerd en af en toe valt ze daar dus in. Eigenlijk ontstaat er al vrij snel chemie tussen deze man en Kate. Ik weet helaas zijn naam niet meer, dus dat maakt het een beetje lastig. En hij geeft ook wel aan dat hij eigenlijk wel meer met haar zou willen. Dus bijvoorbeeld eens op date gaan of afspreken. Maar Kate houdt het allemaal af, omdat ze aan het contract vastzit. Als hij dan ook achterkomt dat ze in het programma zit, maakt het hem eigenlijk woedend. Want hij wil helemaal niet dat zij met deze bachelor er vandoor zou kunnen gaan. Hij probeert dan ook een beetje het programma af en toe te saboteren door achter de schermen te gaan kijken. Want zijn broer is tenslotte de maker hiervan. Het is eigenlijk zijn halfbroer. En ja, hij probeert dan de cameramensen een beetje toe te wijzen van oh, doe dit of doe dat. De bachelor daarentegen heeft eigenlijk wel heel veel interesse voor Kate. En ze probeert zich daar ook wel voor open te stellen. Alleen ze denkt toch wel steeds terug aan de man die ze ontmoet heeft. Uiteindelijk komen de broers elkaar tegen en vraagt de programmamaker ook om een heleboel geld aan zijn broer om te investeren, want dit programma moet het worden. Dit heeft hij echter al vaker gedaan en zijn broer is er eigenlijk wel een beetje klaar mee, helemaal omdat ze eigenlijk niet zo heel goed door één deur kunnen, omdat er nogal verwijten over en weer zijn gemaakt. Dan wordt hem ook eigenlijk gezegd dat hij uit de buurt moet blijven van Kate. Want dat ze anders alles kwijt zou raken. Wat ze zou kunnen winnen aan het prijzengeld en dat ze de regels schendt. Hij doet hier ook wel een poging toe om haar uit de weg te gaan. Maar Kate vindt dit zelf eigenlijk ook wel heel erg jammer. Want ze vindt hem eigenlijk gewoon superleuk. Ze laat de bachelor ook eigenlijk wel een beetje merken dat haar hart niet heel erg voor hem open staat, terwijl hij heel erg dol op haar is en hij het liefst haar zou uitkiezen. Of Kate uiteindelijk samen kan zijn met deze man is wel een beetje de grote vraag, want het komt toch aan het licht dat ze haar contract geschonden heeft.
of ze hier ongeschonden uit kan komen en of het uiteindelijk toch een mooi liefdesverhaal zou worden, laat ik in het midden. Ik vond het wel een heel erg mooi boek om te lezen. Ook juist wel waarvoor ze het prijzengeld zou willen gebruiken als ze dat zou winnen. Dus ja, ik vond het doel wel heel erg mooi, maar ik laat verder achterwege hoe het eindigt. Het derde boek wat ik heb gelezen is het boek Wat Als en komt uit de Mr. Right serie. Dit is deel 1 en is geschreven door Shari Lowe. Dit boek gaat over Carly. Het is eind 1999 en ze heeft in haar jonge leven eigenlijk al heel erg veel meegemaakt en ook al best wel een aantal relaties gehad. Nu het nieuwe millennium aanbreekt, vraagt ze zich eigenlijk heel erg af of een van deze mannen waarmee ze een relatie heeft gehad, ze zijn in totaal 5, ze heeft zelfs een paar keer op het punt gestaan om daarmee te trouwen, of een van deze mannen toch niet de ware was geweest en of ze een fout heeft gemaakt om een relatie te verbreken. Carly is nogal een type wat zegt bij een man terug te komen en daarna nooit meer wat te laten weten. En daar heeft ze uiteraard geen vrienden mee gemaakt. Ze vond het op een gegeven moment thuis ging het niet zo heel erg lekker. Haar vader die dronk nogal veel. Haar moeder, daar had ze überhaupt niet zo'n goede band mee. Dus ze besloot op vrij jonge leeftijd om de wereld te gaan verkennen. En zo is ze in Amsterdam beland. Maar ook in Bangkok, geloof ik. Nou, echt een heleboel plaatsen. En daar heeft ze dus allemaal mannen leren kennen. Haar besluit is dan ook dat ze alles opzegt. Haar baan, haar huis, om al deze mannen nog eens langs te gaan om te kijken of misschien die vonk er uiteindelijk nog steeds is. Haar vriendinnen vinden dit absoluut geen goed idee, want daarnaast heeft ze ook helemaal geen geld om deze trip te maken, dus ze besluit om het geld te gaan lenen. Hoewel haar vriendinnen niet echt achter haar staan, hebben ze zoiets. Het is ook echt wel weer zo'n impulsieve actie voor Carly, dus oké, dan moet ze dat maar gaan doen. Er is ook nog een andere vriendin, maar die zijn ze jaren geleden uit het oog verloren en daar hebben ze eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Carly besluit om haar trip te beginnen en eigenlijk ze gaat dan in eerste instantie even bij haar moeder logeren. Omdat daar ergens in de buurt ook een van de mannen woont waarmee ze een relatie heeft gehad. En heel toevallig komt ze daar ook nog eens die vriendin tegen, waar ze dus al een hele tijd geen contact meer mee hebben gehad. Nou, dat is best wel een triest verhaal, waardoor het contact verwaterd is. En nu ze weer alleen is, vraagt ze dan ook of ze niet met haar even mee op trip wil gaan, zodat ze er ook even uit is. Want haar kinderen die zijn bij haar ex, dus ze is toch alleen. Dit gaat ze dan ook doen en eigenlijk vinden ze al vrij snel de eerste man waar ze dus een relatie mee heeft gehad. Maar dat is hem niet. Ze hebben het leuk, ze kunnen heel gezellig met elkaar praten, maar het blijkt toch echt wel meer vriendschap te zijn dan dat er liefde in zou zitten. En daar komt ze al vrij snel achter. De trips die moeten ook vrij snel gebeuren, omdat ze weinig geld heeft en ze kan zich niet veroorloven om weken in een hotel te zitten. De volgende bestemming is dan Amsterdam en ook daar treft ze een van haar exen. Nou, die heeft inmiddels een hele andere weg ingeslagen, want die is er uiteindelijk toch achtergekomen dat hij eigenlijk liever op mannen viel dan op vrouwen. Dus die is inmiddels gelukkig met een man en die heeft een hele fijne relatie. Ze kunnen uiteindelijk wel uitpraten wat er die tijd allemaal is gebeurd, want dat is echt niet netjes geweest. Dan gaat ze weer eventjes een poosje terug naar haar vriendinnen toe. Daar mag ze dan ook logeren. En eigenlijk wonder boven wonder ontmoet ze daar al vrij snel de volgende ex waar ze een relatie mee heeft gehad. Ook dit gaat hem niet worden, want hij speelt eigenlijk een beetje een raar spelletje met haar. En daar is ze ook behoorlijk kwaad om. Bij de volgende twee exen gaat het precies hetzelfde. Ook daar wordt het hem niet mee. De ene is inmiddels ook alweer gelukkig getrouwd. En ja, het lukt niet. Dan is ze uitgenodigd voor een bruiloft. En komt ze puntje bij paaltje toch een man tegen die ze uit het verleden eigenlijk ook al kent. En dan is eigenlijk de grote vraag. Is dat dan toch de grote liefde die eigenlijk al die tijd
voor haar neus heeft gestaan, waardoor ze zich dus toch eigenlijk zo in de nesten heeft gewerkt. Nou, dat laat ik in het midden, of ze uiteindelijk dus toch die grote liefde terugvindt. Ik vond het op zich wel een heel mooi boek, maar ik vond het soms ook een beetje rommelig, want je wordt uiteraard ook meegenomen naar wat er allemaal is gebeurd al die jaren. Je wordt meegenomen naar al die relaties terug en dat vond ik soms wel een beetje verwarrend. En soms dacht ik ook wel, je bent ook niet zo'n leuk personage eigenlijk. Want je gedraagt je ook echt niet altijd even leuk. Dat vond ik soms wel lastig. Maar ja, uiteindelijk, ik heb ook echt getwijfeld of ik dit boek wilde doorlezen. Heb ik wel gedaan, daar ben ik uiteindelijk wel blij om. En zodoende werd ik toch ook wel benieuwd naar de andere delen uit deze reeks. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Wat Nu. Komt ook uit die Mr. Right serie. Is dus boek nummer 2 en is wederom geschreven door Shario. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder. We zitten nu in het jaar 2019. De jaren zijn eigenlijk voorbij gestreken. En inmiddels is Carly een gescheiden vrouw met 2 kinderen. 2 zonen. Ze heeft eigenlijk een beetje een leeg nestsyndroom, want ondanks dat de jongens gewoon bij haar wonen, gaan ze op vakantie met hun vader met best wel een lange trip. En Carly die baalt er eigenlijk een klein beetje van dat ze haar jongens zo lang niet zal zien. Maar ook het feit dat dit een trip is die ze eigenlijk als gezin zouden gaan maken. En dat is eigenlijk niet gelukt omdat haar ex-man zich alleen maar in het werk heeft gestoken toen de tijd. Ze besluit dan ook om met haar vertrouwde vriendinnengroep een trip te boeken naar Los Angeles. En ze hoopt eigenlijk daar weer iets terug te vinden van de vrolijke en avontuurlijke Carly. Want die is ze de afgelopen jaren echt kwijtgeraakt. Ze voelt zich niet meer de vrouw die ze 20 jaar geleden was. En ze heeft het idee dat ze eigenlijk alles gedaan heeft voor haar huwelijk. En ze zelf niet meer zo heel erg geleefd heeft. In eerste instantie wil ze helemaal niet op vakantie, want ze wil eigenlijk gewoon het liefst thuis in een hoekje zitten huilen totdat haar kinderen terugkomen. Maar haar vriendinnen staan erop dat ze meegaan. Ook haar tante gaat mee. In Los Angeles daar woont ook woont inmiddels een van haar exen die je in de eerdere boeken in het eerste boek voorbij hebt zien kunnen komen. Dat is een heel verhaal geweest. Ze hebben een hele poos een relatie gehad. Ze zouden op het punt staan om te gaan trouwen. Toen besloot Carly er weer vandoor te gaan. En toen ze elkaar weer ontmoet hebben, bleek hij eigenlijk hoe heet dat woord? Een gigolo te zijn. En dat kon Carly niet aan. Dat vond ze gewoon heel erg lastig. Ze hebben het wel als vrienden gaat het wel heel goed. En hij is zelfs peetoom, geloof ik, van haar zonen. Dit wordt eigenlijk ook alweer een hele zoektocht, deze trip. Want ze doen echt wel hele leuke dingen, ook met elkaar. En ze voelt zelfs weer wat vlinders opkomen voor deze ex. En ze weet eigenlijk niet zo heel erg goed wat ze met deze gevoelens aan moet. En dan blijkt gewoon dat hij ook een relatie heeft inmiddels met iemand. Dat had hij haar nog niet verteld, omdat ze zelf gewoon heel erg in zak en as heeft gezeten vanwege haar scheiding. Nou, deze dame is niet heel erg leuk hoor, want ze zet die vriendinnengroep maar wat graag op zijn plaats. Maar die laten zich niet kennen natuurlijk, want die weten ook wel heel erg goed haar aan te pakken. Haar schoonzus is ook mee, die is tevens ook een van haar vriendinnen en haar nichtje is ook mee en ze merkt dat er wat aan de hand is met haar nichtje. Ze doet wat opstandig, ze kan in één keer ook niet meer zo heel goed door één deur met haar moeder en Carly die is er eigenlijk van overtuigd om uit te zoeken wat er aan de hand is. Helaas laat haar nichtje ook niet zo heel erg veel los over dit alles en ze vindt dat eigenlijk gewoon best wel lastig. Dan komt ook haar ex weer in beeld, want die heeft eigenlijk toen hij de kinderen op kwam halen eigenlijk een beetje laten vallen dat hij graag na de vakantie eens met haar in gesprek zou willen. Dat hij eigenlijk bang is dat ze een fout hebben gemaakt om uit elkaar te gaan.
Voor Carly is het heel veel stof om na te denken, want wil ze terug naar de situatie van hoe het was. Ze weet niet of ze dit nog aan kan. En hoewel ze ervan overtuigd is dat haar ex misschien wel veranderd is, weet ze niet of ze zichzelf nog in dit plaatje ziet. Hij is ook ineens best wel jaloers aangelegd wat hij nooit had. En ja, hij is er ook eigenlijk helemaal niet zo blij mee dat ze bij die ex zit. En ook hun relatie komt flink onder druk te staan, want daar komen ook best wel wat wrijvingen heen. Waardoor ze ook niet echt op een normale manier afscheid kunnen nemen van elkaar. Welke keuze Carly zal maken, of dat ze uiteindelijk terug gaat naar de ex, of dat ze toch liever het hart zou volgen van de man waar ze ineens de vlinders voor heeft, dat zal ik in het midden laten. Ik vond dit tweede deel ook wel heel erg. Dit tweede deel vond ik alweer een stuk leuker, omdat het meer in het heden afspeelt. En dat je niet steeds teruggenomen werd na het verleden. Je hebt wel een aantal flashbacks waarin je weer even teruggenomen wordt wat die ex dan heeft gedaan, bijvoorbeeld. Maar het is lang niet zo langdradig als het eerste boek. En dat vond ik wel heel erg fijn. Dan waren dit mijn gelezen boeken van juli. Ik heb het idee dat het soms misschien een beetje rommelig overkwam, maar ik heb geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Maar omdat ik niet wil spoileren, omdat ik mensen graag de kans wil geven, als ze geïnteresseerd zijn om een van deze boeken te lezen, dit ook te kunnen doen zonder dat je de afloop al weet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen, of dat je naar aanleiding van deze video denkt, nou, ik zou het wel leuk vinden om bijvoorbeeld een van deze boeken te lezen. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het toch leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!